Hoi allemaal, vandaag een nieuwe Let's Play en ja, we gaan vandaag naar het winkelcentrum, heb ik besloten, en nog wat andere dingen doen. Dus ik ga eerst even kijken wat we in de winkels hebben. Ik wil natuurlijk heel graag een andere broek hebben. Het is een beetje donker omdat mijn ding een beetje leeg is, sorry. Maar, okay. Oh, mijn paard gaat ver. Olé. We gaan wat kopen. Oké, okay. Nou, ik kan hier niks kopen, helaas. Pindakaas. Anders had ik die wel gekocht. Okay. We bellen even de paardentaxi, want we gaan. Nee, we gingen naar het winkelcentrum. Ja, of we moeten naar het disco gaan, maar dat is nooit op zondag. Dus. Ja, we gaan wel naar het strand. Jongens. Jenna, sorry, maar. Je ging in één keer weg. Je was in één keer weg en ik was bij de put aan het wachten. Dus daarom, even. Maar goed, er is dus een nieuw quest. En die ga ik straks afmaken, want ik heb echt heel veel, ik heb echt heel erg zin om die quest even af te maken. Maar dat kan ook niet meer. En we gaan dus heel even op het strand en ja, we gaan ook lekker zwemmen. Oh my gosh, we gaan hier met zo'n sliding stop. Als je in het water valt, dan wil ik zo even het chatscherm wegdoen. En ik ga vandaag wedstrijd paard rijden op Felix. Felix is 3 jaar en ja, dat gaat mijn vader natuurlijk voor jullie filmen. Want ik wil niet dat jullie het missen, want het is echt heel leuk. Oh, spectaculair is het eigenlijk. Maar ja, we gaan dus, waar moeten we eigenlijk heen als ik een bommetje wil doen? Want, oh, hier zo, kijk jongens. Daar heb je zo'n soort paardentuikplank. Ik weet niet of als het echt nog paarden van gaan leven of zo, maar ja. Mensen die kunnen hier op zich wel doen. Maar we gaan dus heel eventjes kijken of het paard hier... Kijk naar dat. Dat is zo vet. En het wordt geen lange video, omdat ik, ja, moet aankleden en zo. En op zich is het best wel goed kwaliteit, vind ik. Wel, ondanks dat het een beetje donker is, maakt het eigenlijk... Oké, ik ga kijken wanneer het kampioenschap is. Het zou nou niet zijn, maar oké. Volgens mij is hij net bezig. Ush. We gaan even een paardentaxi bellen, want dan gaan we even kijken of we nog wat te doen hebben. We komen hier ophalen, je wordt terug naar de stal gebracht. Oh, je wordt teruggebracht naar de stal, of dat staat er, weet ik veel. En ik ben nou helaas geen starrijder, maar nog niet. Oh nee, ik ben trouwens starrijder. Dus. Dus, ja. Yeah. Nou, oké. Okay. We gaan een brief schrijven naar een of andere Melissa Vroegschild. Dat is mijn BFF. Vallen delen, ja. Fijn, maar daar kan ik niet heen. Kijk maar, daar kan ik niet... Yo! Sta echt gewoon recht voor mijn beeld, hè. Ik ga even naar een rustigere plek. Even waar bijna niemand komt. Niet naar een happy plek of zo, maar gewoon eventjes naar een normale plek. Oh! Jee. Ja, geen wonder dat je gaat stijgen of pijn hebt. Oh jee. Oh jee. Lopen beest, kom. Echt, waarom klik ik? What the heck? Dat zijn gewoon twee dezelfde paren. Oh nee. We gaan even naar een rustige plek. Oké, okay, hier is het te donker, maar boeien. Dizzy, waarom heet je paard Dizzy? Maar kijk. Mijn paard heeft sokjes. Ja! Yeah. Dat wisten jullie waarschijnlijk allemaal. En mijn paard is een beetje happy. Moet je kijken naar de discipline van mijn paard. Oh my god. Kracht. 10. Discipline. 7. Snelheid 9. Conditie 8. En behandigheid 7. En mijn poppetje heeft dit. 9, 5 en 4. Oh my god. Springen een 4? Wat de... En ik kan ook helemaal niet springen. Wat zit je mij aan te kijken, jonge vrouwke? Witsen. Wacht, ik ga even wat schrijven. Jullie zitten in mijn Let's Play. Schrijf ik even. Wacht. Moet jullie zien wat ik ga schrijven. Jullie zitten in mijn
Let's play. Oh wow. Oh ja, even een mededeling. Als jullie Lola Crazy Cloud of Arkelo Fishberg ziet en ik neem op, dan mag je altijd in mijn let's play. Ik neem heel vaak in de avond op of in de ochtend. Dus dan weet je dat. Nee. We gaan eens even kijken of de Moorlandstal ook een kampioenschap heeft. Ja, heeft hij wel, denk ik, weet niet wanneer. Proberen of hij 10 minuten kan filmen. Zo niet. En dan valt er een keer uit. Dan is het niet mijn schuld. Dat is even een waarschuwing. Oh wauw. Kampioenschap is kak. Kampioenschap is niet. Zo vaag allemaal. Oh yeah baby. I have socks. Yo! Mijn paard heeft socks. Van die witte sokjes. Kijk, maar ze nemen het spel echt gewoon zoals altijd. Dan moet je niet meteen springen, want dan denk je, joh, dat is makkelijk. Maar hier krijg je ook echt gewoon springles ook, dus. Oh wauw, ik ga kijken of ik sneller ben dan die witte. Het zou wel niet, want mijn paard gaat zo slow. Oh hé, als ik sneller ben. Wat? Oh nee, toch niet. Kom op, haal in, paard. Hachik. Nee, mag nu niet inhalen. Mag hem niet inhalen. Kom, hachik paard. Haal hem niet in, haal hem in. Oh, braaf paard. Echt in één keer wedden dat die bus vertrekt. Want ik kan naar het winkelcentrum. Wedden dat die bus dan in één keer gaat vertrekken. Wedden. Of hij moet er juist aankomen. Nou, oké. Dan wil ik het kaartje erin. Dan valt hij eraf. Oh my gosh. Oké, paard, heel snel. Afstijgen. Oh, ik dacht al, wat zit daar nou op mijn hoed? Oh, wauw. Het zou vast wel druk zijn. Het is al druk, maar oké. Het is dan nog wel te doen. Wanneer komt die? Yo, bus! Wat voor manier heeft die bus? Oh yes, hij is er. Weet dat ik die bus weer ga missen? Niet expres doen, Lola. Niet expres. Oh yes, niet. Oh, jij stapt de bus in lekker. Oh, wat stom. Afiel. Oh. Ik wou net zeggen afiel moments later. Maar oké. Wat? Dit wou ik niet. Nee. Oké. Nou werkt het. Doe het eens. We gaan even een lekker gebakje eten, jongens. Nee, geen zin in. Nee. We gaan even Oh ja, vandaag hadden we een modeshow. Een modeshow misschien. Modeshow. De skelet zit me heel eng aan te kijken. Oké, daar gaat niet over. Ik heb 0 Star Goys en iets met 1000. Oh, wauw. Oké, waarom reageert zij niet op mij? Oké, ik ga dadelijk even terug naar Fort Pinta en dan denk ik dat ik daar af ga sluiten. Want ja, anders wordt het echt een video van 11 minuten en dat is een beetje lang. Ik wel van 10 minuten, maar ik denk dat het nou wel gaat mislukken. In ieder geval, anyway, we gaan naar Fort Pinta terug, want hier hebben we niks te doen. En dat is zo saai. Vandaag mag ik eindelijk een keer op Felix rijden, denk ik. Zo niet ga ik gewoon op Valentino. Heel makkelijk. Ik ben er niet zo moeilijk in. Het is Ingmar de paard en Ingmar mag zelf bepalen wat ze doet. Ik ben niet zo moeilijk. Nou, dan gaan we naar het strand. Gaan we daar even leuk afsluiten. Oh wauw. Kom nou eens, ga schalopperen. Oh, dat doe je al. Nou, sloom. Oh, ik heb een vriendschapsbezoek. Ik moet een keer wat mensen weghalen. Nee.
Oh, poep, ik heb net de verkeerde aangetikt. Toch ja. Ik kan er gewoon nog opnieuw op vriend vragen, toch? Ja, dat kan, Mila. Ja, dat kan. Nee, wacht, ik ga bij de paardenmarkt afsluiten. Dat is nog leuker. Wat de? Hij landt gewoon plat op zijn voeten. Hoe kan dat? Oké, we gaan hier afsluiten. Yo. Ik snap niet waarom je zo'n paard wilt. Zo'n lelijke Arabier. Oké. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Doe alsjeblieft abonneren en een blauw duimpje omhoog. Nou, doei! Oké, anyway, doei!